In dit filmpje zal ik jullie uitleggen hoe je gebruik kan maken van opsommingstekens binnen een document. Allereerst zal je de woorden of zinnen moeten invoeren waarop je een opsomming wilt gaan toepassen. Wanneer ik bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maak, melk, cola, Fanta, water, Sprite, dan kan ik daarop opsommingstekens gaan toepassen. Hoe moet ik dat doen? Ik ga de woorden of zinnen gaan selecteren waarop ik een opsomming wil gaan toepassen. Ik klik op opmaak. Ik kies voor opsommingstekens en nummering. En ik ga naar lijst met opsommingstekens. Ik krijg nu een overzicht van alle opsommingstekens die ik kan gaan gebruiken. In dit geval kies ik bijvoorbeeld voor vierkantjes. Ik zie nu dat er voor elk woord een vierkantje verschijnt. Wat kan ik nog gaan doen? Het is uiteraard wel belangrijk dat je de opsomming gaat gaan aanduiden. Ik ga opnieuw naar opmaak, ik ga naar opsommingstekens en nummering en ik zie dat lijstopties ook mogelijk is om te selecteren nu. Hier vind ik nog andere mogelijkheden om opsommingen te gaan toepassen. Ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een cijfer toe te kennen. Ik krijg nu het cijfer 1 tot en met 5 te zien. Wat kan ik nog gaan doen? Opmaak, opsommingstekens en nummering, lijstopties. Als ik hier klik bij meer opsommingstekens, dan krijg ik een overzicht van alle opsommingstekens die ik kan gaan toepassen op mijn opsomming. Die bestaan uit symbolen en lijnen. Je kan hier dus zelf op verkenning gaan en gaan uitzoeken wat je precies wenst.